Maar als je dan terug gaat denken, ja, planmatig. Organiseren, plannen, dat werd allemaal steeds minder. Ik liep ook nog tegen palen op vorige week. Dat was het helemaal het meest extreme. Dat zag u het niet? Nee. Hoe heet deze vinger? Oh. Nee. Je kan geen hersentransplantatie doen, tenslotte. Nee. Nee, dat gaat nog niet. Nee. Nee. Bovendien word je dan een ander persoon. Precies, dat wil je ook niet. Nee. Je moet tijd hebben. Dit soort gesprekken kan niet even. Tijd moet je hebben. Van complicaties leer je dat je met de patiënt verdomd goed moet communiceren voordat je ze zo'n operatie aandoet. Kerel. Kabouter? Nee. Dat is perseveratie. Ja. Het juist het eerste wat we dachten was van ja. En een gezin dan? Je weet dat je er eigenlijk voor kiest dat ze waarschijnlijk zonder vader gaan opgroeien. Het heeft ook iets heel, ik zou bijna zeggen misdadigs als een arts, om een patiënt zijn hoop te ontnemen. Want ja, wat is leven? Leven bestaat voor een heel groot deel uit hoop.